Zo, Demi, nou, dat ging net goed. Het was op zich best wel een mooie aanval, vond je niet? Ja, het ging geslaagd, zou ik zo maar zeggen. Ja, ik vond het ook voornamelijk heel mooi dat op dat moment dat we toen een paar van die Zeppelianen gewoon aan een boom hadden gebonden. En dat we zo flink... Dankjewel, Demi. Oh, wow, ja, er zijn bakkaarden voor ons. Wat zullen we doen? Oké. Niek en Pieter, ga eens even kijken wat er aan de hand is. Oh, wat was dat? Wat was dat? Geschoten. Daar, in de bossen. Ten aanval. Mannen aanvallen. Daarachter, bij de barricade. Pak ze. Oh, even zo'n appeltje nemen. Jongens, pak ze. Wat hebben ze voor helm op? Zie je dat? Hier, daarachter in de bossen. Kill ze. Pak hem, Jordi. Sla hem helemaal kapot. Thijs. Waar ben je? Ja hoor, ik heb er één. Oké, netjes. Ik ben een beetje in de war. Hier, daarachter. Ga er naartoe, hier. Maak hem dood. Oh, nice. Goed gedaan. Wie is er nog meer daarachter? Hier, schiet hem dood met de boog. Ja, nog één. Daarachter. Oh man, hoeveel van onze mannen zijn er wel niet geslacht? Pak hem daarachter, achter die barricade. Oké, oh man. Heeft iemand hier tools bij zich om hier doorheen te breken? Want we komen zo niet verder. Daarachter. Ik ben al door het bos heen. Ik vecht tegen hem. Oké, ik heb hier ook iemand. Oké, verzamel hierachter. Kom hier achter bij dit huis. Mannen volgen ons. Oké, nou gelukkig. Hoeveel hoofden zijn er nog? Ik zie er niet echt veel. We waren met 7. 1, 2, 3, 4. We waren toch met veel meer, man. Nou goed, ik denk dat het maar gewoon beter is dat we gewoon nu naar Whitehall toe gaan. En dat we dan maar even met de laatste mannen even gaan kijken wat we nog kunnen doen. Maar goed, we staan er wel op het punt om het laatste gevecht te kunnen laten vinden. Of weet ik veel wat. Maar laten we maar gewoon gaan, Demi. Welke kant is het op die kant, toch? Of... Ja, ik denk het wel. Laten we die kant maar op gaan. Helemaal goed. Gelukkig dat er nog wel een paar levens zijn. Ah, gelukkig zijn we hier weer. Het verachtelijke dorp. Dit is op zich al niet zo lelijk. Wel, het is wel goed gegaan op zich. Ja, van zoveel mannen die we nog over hebben, hebben we in ieder geval nog meer dan een kwart. Michael, ik heb hierboven in de vergaderzaal heb ik een goed aanvalstel ontwerp. Dus dat is beter dan die voor de port. Oh, goed kan ik alleen maar. En gegroet, waar had goed, je van? Man, Oh, over een aanvalstel wat groter en met een hangbrug eraan. Oh, dat klinkt goed. Ja, zeker. Maar even een nieuwtje, want we hebben nou de laatste dorpjes overgenomen in heel Zephyrin. Er staat alleen nog Winterfrost op de planning. Maar daar moeten we nog even verder over praten. Maar we zijn wel flink wat man verloren op de terugweg. Ja, er was een verrassingsaanval, dus Ook, ook flink wat mannen van Eerlos zijn helaas gesneuveld. Maar goed, het is allemaal voor de greater cause, zeggen we toch altijd. Maar goed, nog even de planning van de hoofdstad. Kunnen we niet even ergens anders zitten wat minder koud is dan in deze koude troonzaal? Ja, in de vergaderzaal, hierboven. Ja, Jesse, jij kent de weg wel, toch? Ja, het is maar eigenlijk stil. Ja, nou, dat weet je dan tenminste nog wel. Dus ga maar voorop. Ja, Oké, volg maar, jongens. Jij gaat ook mee, soldaat. Oké. Jeetje, nog meer treden. Ja, klopt. Ah, man. Jullie moeten echt iets uit gaan vinden waardoor je wat makkelijker naar boven komt of zo. Een soort van de top van de berg kan je spreken. Ja, maar ik wil naar boven toe, niet naar beneden, vriend. En inderdaad. Grote mand, anders zet ik je met mijn zwaard op de rug op de punt daarvoor. Ze hadden het er wel eens over dat Zephyrianen dom waren, maar Jesse, jij topte dit wel. Ja, precies. Oh. Oké. Dat zullen we later nog wel zien dan. Ja, precies. Maar goed, in ieder geval een mooie vergaderzaal. Een van de mooiere dingen die hier nog is. Vat ik dan maar op als compliment. En niet toch geblazen. Jongens, onthoud de dingen van de taten, die zijn niet te vreten. Ja, dat had ik dat zijn pannenkoeken. Dit is toch duidelijke taart, man? Nou, wij noemen het pannenkoeken. Oké, het zal wel. Delano, waar ben je? Ik zit hier zo. Aan de overkant. Wacht even. Ik moet even wat duidelijker wat dichter bij jou zitten, want dat is wel makkelijker. Demi, kom ook even wat dichterbij zitten. Oh, prima. Laten we hier maar gewoon gaan zitten. Oh! Koning Leon. Ja. Koning Dennis wil te spreken over verdere voortgang van de oorlog. Verdere voortgang? Waar was dat? Bij de poort
van Winterfrost. Ja, Winterfrost. Winterfrost, ja. Oké, dat is ook wel een goed punt voor de vergadering. Ja, ga maar even uitrusten, want dat is goed nieuws. Gegroet. Ja. Goed. Oké, gaan we even terug op mijn plek. Oké, Winterfrost. Hij wil met ons praten over verdere plannen. Dat is op zich positief, toch? Ja, eigenlijk wel. Maar zou je ook zo'n grote mondje hebben als Jesse? Ja, heeft je moeder je niks geleerd over fatsoenlijk zijn, manieren en zo? Nou, wij hebben hele goede manieren. Oké, maar Delano, ik weet niet hoeveel machinery en artillery heb je verder nog om door die grote muur heen te breken? Een stuk of vier of zo. Vier van die katapulten en nog een stuk of 10 van kanonnen. Daar red je het niet mee. Is dat wel genoeg? Ja, zoiets. Nou, daar red je het niet mee. En hoeveel mannen denk je dat... Bomen op... genoeg. Denk je dat... Zwijg. Ja. Hou eens even je mond. Ik wil je gewoon in rust genieten van mijn bordje met wat het ook mag zijn. Laat maar, ik eet het wel niet op. Demi, hoeveel mannen denk je dat we nog hebben om de hoofdstad aan te kunnen vallen? Want er zijn wel flink wat afgeslacht, maar we hebben sowieso wel aardig wat man. Ja, ik denk wel. Het is nog, ja, tot nu toe heb ik nog niet zo'n makkelijke oorlog meegemaakt als nu. Dus qua mannen hebben we nog best veel mannen over. Dus ja, je kan wel uitgaan van nog zo'n 100 man die we kunnen gebruiken om de grote hoofdstad aan te vallen. En dat zal wel moeten lukken, denk ik. Oké, en heb je... Wat zeg je? En als dat niet genoeg is, kan ik nog altijd wat boten vol met mannen hier naartoe laten komen. Oké. Voor de rest, heb je nog verder wat gehoord van de thuisfront? Het enige, ik weet dat Hertog Sam echt heel goed bezig is met het onderhouden van Era zelf. En er worden hele grote gedeeltes eigenlijk ontdekt. Ten noorden van het Orkenkamp wordt bijvoorbeeld een heel groot landschap ontdekt. En eigenlijk komen we meer te weten over Era. En dat is gewoon heel goed nieuws. Oké, mooi om te horen. Michael, hoeveel mannen denk jij dat Eros nog heeft voor de laatste aanval op de hoofdstad? Nog genoeg, sowieso. Oké, top. Dan denk je dat we verder maar plannen moeten, of gaan plannen hoe we alles kunnen doen. Misschien dat Dennis straks wel zegt van, dat hij zich overgeeft, omdat het hem best wel zwaar afgaat. Wat denk jij, Jesse, want je koning? Nou, dat gebeurt niet hoor. Oké, dan weten we dan weer genoeg. Als het goed is, heb je ook nog wat paarden in de stal staan beneden, Demi? Ja, zeker. Heb ik allemaal op gerekend. Nou, laten we daar maar eens even naartoe gaan en... ik denk dat hij er nu wel is. Dus laten we maar gewoon even naar Sander gaan, paarden pakken en richting Winterfrost gaan. Goed plan, laten we gaan. Volgt u mij. En zo ging koning Leon met zijn compagnons richting Winterfrost. Om daar met koning Dennis over de verdere oorlogsplannen te kunnen praten. Gegroet koning Dennis, als ik dat nog zo mogen zeggen naar alles wat jij verder nog hebt. Kijk eens wie ik mee heb genomen. Je hebt het. Laat me goed, Jesse. Ik word niet slecht behandeld, maar het is niet fijn. Hij is onze oorlogstrofee. Ja, hoe voelt dat, Dennis? Alles wat je voor ons hebt tegengeboden. Nou, zo machteloos voel ik me nog niet. Ik heb mijn hoofdpunt nog, en zolang dat hier staat, en jullie nog niet eens weten wat jullie eraan zitten komen, kan er niks misgaan. Ja, dat zeker niet, maar... We hebben genoeg man om jou te vernietigen. Ik heb hier nog een andere koning bij me. Misschien ken je hem nog niet, maar dit is koning Delano van Eros. Zeg maar eens wat jij er verder van vindt van deze oorlog, Delano. Nou, ik vind het wel leuk. Ja, het gaat wel... Leuk. Oorlog is niet altijd leuk, maar het gaat wel heel makkelijk, Dennis. Je hebt nog niet echt veel weerstand kunnen pikken tegen ons. Nou, je zult niet weten wat voor weerstand je zou krijgen als je hier komt. Wat? Net zo'n weerstand zoals bij Whitetown? Dank en opbouw. Whitetown. Ik hoor dat die oorlog lang duurde. Ja, 2 dagen. Voor een stad in opbouw hebben jullie het snel gedaan. Maar ook weer niet snel. Ja, weet je, dat is Whitetown. Laten we dat even achter ons, want ja, het heeft veel voedsel. Kleine dorpjes eromheen zijn ook allemaal onder onze macht. Ik heb meneertje Hariaxi of... hoe die dan ook mag heten, heb ik bij jullie haven helemaal kapot gemaakt. Met alle hulp van Delano en mijn
admiraal. Kom maar eens dichterbij, Damien. Zeg maar wat, hoe jij deze ervaringen hebt ervaard. Na 50 jaar oorlogservaring vond ik dit nog wel het makkelijkste wat ik ooit heb gezien. Ik weet niet wat je nou nog verder wilt doen, Dennis, maar als mijn mannen al zeggen dat het gewoon heel makkelijk is. Ja, wat is jouw punt in deze oorlog dan nog verder? Eens dat ik weet, als jij hier komt, dat je dood op jezelf zal brengen en op je man. Wat een grappenmaker. Moet je kijken met hoeveel mannen wij nog zijn en met hoeveel jij nog bent. Ik zie hier maar 2 soldaatjes en een generaal en waar is de rest? Een gevangen in Whitehorn. Ja, gevangen in Whitehorn. Er zijn zoveel geheimen, Jeff. Maar je wij weet hebben er ook niet gewoon. Vanaf. Maar je raakt ook nog genoeg in petto, Jesse. Nou, je weet niet wat er allemaal op te wachten staat. Nou, Dennis, geef je nou maar gewoon over. Je hebt verder geen voedsel meer. Je mannen zijn uitgeput van deze oorlog. En ja, wij zijn nog klaar voor een gigantische strijd met jou. Ik geef jou helemaal niks. Ik vecht tot de dood. En mijn mannen ook. Altijd. Nou, zo zal het zijn. Ik zou nog maar even snel een... Ik zou even zo'n doei zeggen tegen Hertog Jesse. Want hij gaat gewoon weer gezellig met ons mee. En hij zal nou wel wat minder goed behandeld worden. Omdat jij ons hebt gedenounced. Dus laten we zomaar gaan. Doe je laatste woord en we gaan er vandoor. Ik zou zeggen, ga weg van mijn land. We zullen ze wreken. Kom maar mee Jesse, loop maar voorop. Jongens, we gaan weer terug. We gaan naar Whitehorn. We maken onze laatste plannen. En dan maken we ze kapot.